Het is vrijdagochtend en we staan bij de opening van de Vrouwengalerij. Want wij vieren hier in Groningen 100 jaar vrouwenkiesrecht. En dat is hard nodig, want we kunnen natuurlijk niet eigenlijk de helft van de maatschappij missen in de functies in Nederland. We hebben deze tijd ook vrouwen nodig die tegen de stroom in durven te gaan, die pal durven te staan voor onze democratie en rechtsstaat. Met al die mannelijke leiders die maar in de wereld aan de macht zijn. En dan is het ook belangrijk dat we vrouwen eren en vrouwen die in het verleden belangrijke dingen hebben gedaan als inspiratie voor ons. En hopelijk daarmee ook inspiratie voor de volgende generaties. Nou, en dat vieren we het hele jaar, 100 jaar vrouwenkiesrecht in Groningen. En je kan alle activiteiten vinden op de website. Tot ziens! Tot ziens!